Ik heb nu net wat olie in de schaal gegooid. Kijk, met gewoon. Wat? Olijfolie. Normaal gesproken gebruik ik ketchup, maar omdat ik nu ga barbecuen, gebruik ik liever geen ketchup, want dat bakt namelijk enorm aan op je barbecue. Wat ik nu ga doen is een marinade maken. Ik begin nu met het schoonmaken van knoflook, want dat is, knoflook is zoals je weet essentieel voor heel veel gerechten. En zo ook voor deze marinade die ik nu ga maken voor dit kipgerecht. Dus begin met een teentje of, nou laten we zeggen, 7-8 knoflook. Wat je niet moet vergeten tijdens het koken is drinken. We hebben een lekkere witte wijn. Kijk, heerlijk. En dat was de olie. Dat is... Ja, maakt niet uit, maar hij is wel lekker. Ja? Ja, dat moet je bij jou, hè Bart? Ja, echt Jan. Ik heb een onwijze fijne knoflookrasp. Die ziet ook uit in de vorm van een knoflookje. Dat is wel leuk om te zien. Dan gooi ik even een paar van die tenen in. Ik heb nog steeds de olie hier liggen. Ik heb net de knoflook schoongemaakt. En ja, je moet schoonmaken naar wat je lekker vindt. En wij houden nogal van knoflook. Dus één iemand, één zeikert die er niet van houdt, maar daar hebben we gewoon scheid aan. Ja. En dan eet hij maar niet. Nee. En een zak patat halen ergens of zo. Prima. Ook goed. Geen enkel probleem. Dit raspje gewoon zo. Het komt er al tussen door ook. Gooi je gewoon in die olie. Hè? Ja. Hoppatee. En dan komt het van elkaar af zo. En dan heb ik hier, kijk. Knoflookpulp. En dat gaat er gewoon in die olie. En dat doe ik eigenlijk met alle teentjes eventjes. Ik heb nog één sessie eventjes te doen. 8 teentjes er even in. Nou, we hebben hoeveel kilo kip hebben we? Anderhalf. Ja, ruim 1,5 kilo kip hebben we. En dat gaat straks de barbecue op. Dus je verliest heel veel. Omdat je heel veel verliest op zo'n barbecue, moet je eigenlijk, vind ik dan, hè, dat is persoonlijk, hè, extra bijkruiden. Ja, een ander vindt dat misschien niet, maar ik vind dat wel. En normaal gesproken, zoals ik al zeg, als ik in de oven zou gooien, zou ik ketchup gebruiken in plaats van olie. Oké, dat is heel handig. Die staat op beeld. Ja, dat is geen probleem. Mijn cameravrouw geeft ook even commentaar. Dat is heel top. Wat heb je ervan als je te weinig drinkt? Neem nog een slokje. En er gaat de rest er ook bij. Ah, dan is dat ding ook gelijk een beetje gesmeerd. Dat is ook goed. Dus geen enkel probleem. Maar ik kan me niet uit met koken, weet je. Het gaat allemaal onder fun. En dat het lekker is. Maar geloof mij, dit gaat een gerecht worden. Oké, knoflook. Check. Zit erin. Een beetje inroeren. Kan die vast een beetje intrekken in die olie. Kan er gelijk even bij vertellen dat het hier buiten een graad of 33 is. Dus die knoflook die gaat sowieso wel lekker door die olie heen trekken. Vind ik wel lekker. Dus wat gaan we erbij gooien? Wat kipkruiden. Want we gaan met kip werken. Kipkruiden. Niet te zuinig, hè? Want je raakt heel veel kwijt. Dat is ongedaan. Wat zegt u? Nou, hier een zure zeiker zit die niet van knoflook houdt, maar die blijft de video te volgen. Peper gaat erbij. Extra peper. Ja, extra peper. Peper geeft altijd een authentieke smaak. En het is voor de Italiaanse keuken trouwens echt een must. Zwarte peper dan, hè? Nooit gemengde pepers gebruiken, altijd zwart. Eigenlijk het lekkerste. We doen er nog meer bij. Een klein beetje zout. Ja, goed. In die kipkruiden zit al wat zout, dus niet te veel zout. Erg belangrijk is sambal. Want je wil wel een beetje een bite hebben aan je kippetje. Dus er mag best wel een beetje sambal in. Ik hou persoonlijk van nog meer sambal, maar ik heb hier een paar zuren bij zitten die er niet zo van houden. Nou, yes! Ter compensatie. Daar komt-ie! Yes! Jij bent fan? Nou, ben je fan van magie mensen? Gooi in! Normaal gesproken gebruik ik dit niet in mijn kipgerechten, maar ketchup. Maar om toch de smaakcompensatie een klein beetje te krijgen, open die dop. Toch iets meer van soja. En dit is ook wel redelijk zout, dus daar hoeft ook niet zoveel zout in. Maar een beetje, nou ja, een beetje, dit is wel een redelijk beetje erbij. Ja, puur, een beetje bij, ja. Puur voor de smaak. Voor Marco nog eentje? Ja, oké, hoppatee. Laatste drukje is van Marco. En finish the touch. En dit is wel een geheim ding. Heel erg lachend, dus zal ik het niet open krijgen. Die heeft namelijk al kapot gemaakt. Deze kruiden, dit zakje, dat ga je hier in Nederland niet vinden. Dat is wel jammer. Die heb ik een jaar of 5-6 geleden in Frankrijk gekocht. Maar het zijn eigenlijk Provençaalse kruiden. Maar deze samenstelling heb ik nergens meer gekregen. Maar Provençaalse kruiden, en met name de Franse, die kun je goed gebruiken om in je kipgerechten te verwerken. En of je het nou puur op kip gooit en de dag het barbecuen, dat kan namelijk ook.
in een kipkruidencombinatie. Echt super, super lekker. Het geeft zo'n onwijze geur sowieso. Ja, ik ben er nooit te zuinig mee. Gewoon lekker wat erin strooien. En dan is dat afblijven van de perslauwen. Nee. Verruiken? Nee. Dit is lekker man. Nee, je moet straks proeven, kut. Dus oké. En dan gaan we roeren. Roeren? Ja, hallo. Leuk die gasten. Maar wie is hier nou de kok? Jij of ik? Hè? Dus roeren die handel. Ja, we gaan bijna huilen. Gaan we even ruiken dan. Nee. Het is ook net een wijf, hè? En eigenlijk is dan... Oh ja. Ah, het is jammer dat je geen geurtelevisie hebt, maar dit is... Ah, dit is goddelijk. Wat doe je nou? Nou komt het grote geheim. Want hoe ga je nou die kip erin gooien? Ga je nou die kip er allemaal in het schaaltje gooien? Nee, ga je niet doen. Ik pak gewoon een zakje. Ik heb sommige mensen die mij kennen... Ik heb er maar eens in een videootje even gemaakt. Die weten dit. Ik heb nu een pedaal in mijn zak. Heel simpel. Niet meer en niet minder. En daar ga ik gewoon mijn kip in gooien. Je zei net dat het gaat op 3, 4, 35 is. Ja, klopt inderdaad. Maar deze komen wel net uit de koelkast. Dat dan weer wel. Hij is gewoon open. En waar komen ze vandaan? Lidl volgens mij. Er zat een Lidl punt op. Prima. Maar we gaan in de aanbieding. Alles lopen verklappen op de video vast. Fijn. Fijne gozer, jij krijgt niks vanavond. Nee, dit is gewoon lekker. Je gooit het gewoon in de zak, inderdaad, wat Marco eigenlijk op de achterkoppel zegt. En zo is het de beste manier om elk stuk vlees te marineren. En liefst nog een nachtje in de vriezer, of nee, niet in de vriezer, in de koelkast laten staan. En dan af en toe een beetje omgooien. Want dan trekt het echt enorm in. Gaan het bijna weer glas. Kijk, en dan een beetje los. Nou, dan gooi ik die pesto eroverheen. Zijn die tentjes niet uit? Ja, die tentjes moeten er allemaal uit. Allemaal bij Mark op zijn kipje te komen. Als die zure is, eigenlijk er eigenlijk niet van uit. Een tentje nog leuk. Als je daar zit te eten, zegt hij: oh, Bart, heb je toch wel lekker gemaakt? Oh, wat is het lekker? Oh, boe, boe, boe. Dat dan weer wel. En dat, ik verwacht ook niet anders, maar dit is zo lekker. En dan ga je, wat je dan gaat doen, nou, je gaat een beetje bij het, een beetje lucht eruit duwen. Shake it down. Draai hem een keertje dicht. En husselen. Ja, ik ben aan het husselen. Ik ben eventjes vijf minuutjes bezig. En dan krijg je dus dit. Dan kan je even in de zak filmen. Moet ik je zak filmen? Nee, ja, dat kan ook. Maar dan zou het onsmakelijk zijn. En dan krijg je het ongeveer zo uit te zien. Nou, dit ga ik even in de koelkast leggen. En dan gaat zo meteen gaat op de barbecue. Kijk, ik heb hem in het zakje. Het zakje waar we het in hebben gedaan. Kan je nu zien. En oh man, ja, je zou willen dat het kon ruiken. Maar het kan echt niet. Nou, dus die barbecue is inmiddels vies. Daar is half karig en de barbecue en de koe op gegaan. Maar ik heb hier een hele schone. Een hele schone elektrische barbecue. Die het gewoon altijd blijft doen. Zolang er maar stroom is. Lichtelijk ingevet met een beetje olie. Zodat het niet aanbakt. Oh, en dan ga ik gewoon eventjes. Ja, het is 1,5 kilo. Een beetje. Ruim. Die kip even opgooien. Oh, dat ruikt er lekker die aan. Het ruikt voortreffelijk. Oh. En dan ga ik straks op gaar bakken. Oh. Gewoon de tafel. Bacteriën worden weggebarbecued. En dan gaan ze erop. Ja, hoe lang moet dat? Ja, weet je wat? Dat is een beetje vingerspitsen gevoel, vind ik altijd wel. Een minuutje of 20 ben je sowieso al kwijt. Kip moet goed gaar worden. Want altijd mensen die er niet tegen kunnen in het verband met salmonella. Ja, die is er gevoelig voor salmonella. Ja, de een wel, de ander niet. Ik niet, bij mij. Bij immuniteit. En dan lachen. Een soort immuniteit voor, hè. Opgebouwd. En hier best wel een leuk clubje. Zeg je, maar clubje wel veel mooi. Dat is best wel leuk. Nou jongens, even allemaal hoi! Hoi! Druk naar beneden. Hoek naar beneden. Je doet dat, ja, vriend. Ja, ik ga gauw terug naar de kippetjes. Ja, ik probeer ze op één plaatje te krijgen. Zit die ander schoon houden. Dat zou wel fijn zijn. Ja, maar het spetter toch. Ja, dat is niet zo heel erg. Oh, maar het ruikt wel lekker. Het ruikt zeker lekker. Je hebt gezien wat we van marinade hebben gemaakt.
Maar even te herhalen, Diana, we hebben gebruikt olie. Ja. Kipkruiden. Een teentje knoflook. Of 7 knoflook hebben we gebruikt, 7, 8 teentjes. Sambal. En sambal. Peper en zout. Juist, en peperzaalse kruiden. Ja. En liefde. Nou, weet je wat nou het allerbelangrijkste is? Allerbelangrijkste is voor koken, liefde, maar ook alcohol. Ja, nee, anders krijg je geen trek. Nee, dat is waar. Nee, ik zou zeggen, tik hem door. Nieuwe kippen zitten er al een tijdje op. Ik heb hier een elektrische barbecue voor gebruikt. Waarom? Want de gasbarbecue was vies. Alle halve koe, alle varken, weet ik het, dat soort dingen. En de pan en pot, kijk, je kunt zien, hè? Diaan, veel maar, want het is allemaal vies, goor, vuil. Dus ik denk, nou, ik pak echt wat schoons. En je ziet het al lekker stomen en lekker roken. En de temperatuur is helemaal goed. Het even voorgegaard op de ene kant en op de warmere kant even een beetje afgemaakt zo. En ja, zoals je ziet, nou, ik ga het een beetje omgooien. Het is loei heet. En ja, ze zijn volgens mij klaar voor gebruik. Ik heb er net al even eentje gekeurd. Met een paar medestanders. En die waren best wel lichtelijk tevreden. Dus nou, je pakt er een schaal bij. Dan gaan we in de schaal scheppen. Zoals ik al zei, met barbecuen, met omscheppen, veel omwoelen en zo, raak je heel veel smaak kwijt. Dus daarom moet je altijd extra toevoegen in je marinade. Dat heb ik ook gedaan. Om toch goede smaak te behouden. Anders ben je heel veel kwijt en dan zit je kale kip te vreten. Nou, dat moet je niet willen natuurlijk. Je moet natuurlijk wel goede smaak hebben. Ik kan hier zien, heel veel smaak zit nu hierop. Maar dat geeft niet. We hebben namelijk voldoende smaak aangebracht. Je kunt ook zien aan de kleur. Mag niet verbranden. Mag best wel een kleurtje hebben, maar niet verbranden. Want anders zit je krokante korst uit. Hè? Ja, dat is gewoon naar een slechte bakker gaan. En dit is gewoon echt goed. En we gaan dit even opdienen bij de tafel die wij hier hebben. En dan gaan we zo meteen vragen aan de gasten hoe ze het vinden. Diana, hoe jij het eruit zien? Ik vind het echt goddelijk. Ja, nou, we gaan beginnen. We gaan beginnen. Wel lekker hoor. Dus ja, dat moet wat. Is het wel iets van, als ik het nou kan doen, dan raak ik het allemaal. Kipmeister. Ja. Oh, is dat de barbecue meister? Bon appetit. Heerlijk. Hey.